aangekruist. Nou ja, iedereen welkom. Dus ook Frank Bosman. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Wat een goedheid. Ja, wat heb je allemaal voor ons in petto? Nou, ik wil beginnen eigenlijk om de nieuwe koers te bespreken. Dat was voorheen CV-koers. Uit de protestante hoek. Het blad had heel erg veel moeite om overeind te blijven. Hadden wat stoffig imago. En nou hebben ze een nieuwe hoofdredacteur, Karel Smouter. En die heeft het blad een omturning gegeven. Het is nu een licht theologisch maandblad. Ja. En wat het precies betekent, dat kan je dus zien in de nieuwste editie. En er staat in het voorwoord dat ze vragen willen stellen in het voetspoor van Jezus, van wie overigens beduidend meer vragen dan preken zijn opgetekend. Maar ik weet dat de oude CV, dat was nogal orthodox. Nogal zwaar op de hand. Ja, zwaar. Nou, dit blad is totaal niet zwaar op de hand. Mm-hmm. Ik laat je hier een pagina zien, dan kunnen mensen thuis niet zien, over, quote, werktuigen in Satans hand. En dat gaat dan over de broekdrukkunst en de bioscoop en de televisie. Mm-hmm. Dat de kerk dus steeds een neiging heeft om, als er een nieuwe fase in de cultuur aanbreekt, om daar afwijzend tegenover te zijn, om dat af te wijzen. En hier wordt eigenlijk op een hele luchtige manier, mm-hmm, ja, iets van kerkkritiek of zelfkritiek geformuleerd. En het is heel mooi vormgegeven, heel sprankelend. Ja. En ik wil het blad graag een nieuwe kans geven. Okay. En je kan er een bestellen op denieuwekoers.nl. Ja, waarvan akte? Dan hebben we nog twee films tegen eenzaamheid. Daar hebben we het vandaag over. Mm-hmm. Namelijk Zoektocht naar verbinding. Op donderdag 27 september in Lantaarnvenster in Rotterdam. En dan worden er inleidingen gegeven door Astrid Aerts van Humanitas en Ben de Lamar van Sensor. En er worden de films vertoond. Goodbye Solo, winnaar van het Venice Film Festival. En The Hours, een Golden Globe en BAFTA Award winnaar. Dus dat zijn twee grote films waarin op hele verschillende manieren het thema eenzaamheid wordt vormgegeven. En daarna is er ook een nagesprek. Dus ik zou gaan zeggen tegen iedereen, ga erheen. En je kan alles vinden op www.sensor.nl. Sensor spel je als CENSOOR.nl. Okay. Dan hebben we als derde een hele bijzondere Kruispunt uitzending. Morgenavond, Kruispunt TV, 11 uur op Nederland 2... Een aangrijpend verhaal, vind ik, over de getalenteerde Bibian Harmsen. Uh-huh. Ze is 41 jaar en we gaan nu even naar een stuk muziek luisteren. Ja, prachtig nummer, ja, wat ik hoor. Ze was, moet ik zeggen, columniste van Margriet, moeder van drie kinderen. En inmiddels luisteren we naar iemand die overleden is. Ze is er niet meer. Je hoort het nummer wat ze zong samen met haar man Klaas ten Holden. Het heet Mercy, wat genade betekent. En vorig jaar kreeg ze dus de mededeling dat ze al vleeskierkanker had. Mm-hmm. Wat een doodsvonnis is. Precies. Op dit moment. Ja. En de artsen gaven haar een jaar. En Kruispunt legde de laatste periode vast. Een aangrijpend verhaal. Morgenavond, Nederland 2, om 11 uur. Dan wil ik nog even terugkomen op het boek Het Regende Brood van Steven van Dierendonck. Vorige week heeft mijn collega Rolf Deen het boek al besproken. Maar afgelopen week is... Hij was veel te zien bij Paul Witteman. En het interview was niet heel erg gelukkig. Er is ook veel kritiek op gekomen. Maar ik wilde er eigenlijk op terugkomen, omdat ik zelf ook seminarist geweest ben. Misschien nog even voor de mensen die het niet... Ja. Het is een uitgetreden priester. Hij was priester, maar hij had een allergie voor gluten. Ja. En daardoor kon hij de hostie niet verteren. Niet want verteren. Werd ziek van. Precies. En uiteindelijk is hij uitgetreden. En nou heeft hij dus na jaren heeft hij een roman geschreven in de heivorm. Maar het gaat natuurlijk over hemzelf. Hè? Die priester Clemens, dat is gewoon Steven zelf. En hij beschrijft daar ook in het hele seminarie waar hij gezeten heeft. Sint-Jan Centrum in Den Bosch, daar heb ik zelf ook gezeten. Een jaar als seminarist, voordat ik mijn lieve vrouw tegenkwam. En alles wat die man beschrijft in het boek, alle pseudoniemen, alle regels, alle roddels, ik herken alles. Ja, ja. En het is heel gek, hè? Want enerzijds is het een soort archaïsch preconciliair taalgebruik. Maar ik vind het er ook wel een beetje een plas- en poepverhaal. Met een priester die zich in de Sint-Jan van in Rome in zijn kazuivel staat te scheiden. Ik vind het een heel naar boek. Maar hier en daar wel heel interessante
inkijkjes. Maar ik wilde het toch nog graag even gezegd hebben. Waarvan achter. Wil die nou gezegd hebben dat het een naar boek was? Of wil die gezegd hebben dat het een bijzonder boek nou, is? Nou, een naar boek kan ook heel leuk zijn om te lezen. Want okay. Het is een naar boek. Okay. Dan heb ik nog een laatste oproep aan iedereen. Want we zitten allemaal op internet. En dan komen we christelijke websites voorbij. En sommige zijn goddelijk mooi. Andere zijn satanisch lelijk, mag ik wel zeggen. En er is weer een Webfish Award. Eén keer dat is een jaar prijs. Worden de beste christelijke websites beoordeeld. En dan worden ze gezegd wie de beste christelijke website is. En waar kan je nomineren? Nomineren kan op www.webfishaward.nl. En de organisator is onder andere de ICON en de Protestante Kerk en de Raad van Kerk. Hartstikke goed. Nou, dankjewel. Stemmen dus allemaal. Dankjewel. En tot volgende week. Dankjewel. Tot volgende week.